Als jochie begon hij op de brommen van de buurjongen. Daarna reed hij op endurofietsen, superbikes en alles daartussenin om zijn eigen ronderecords in de buurt te verbeteren. Al 20 jaar werkte hij inmiddels voor de Europese tak van helmenfabrikant Arai. Mijn naam is Don van Appeldoorn en dit is de Motorrijders.nl podcast. In aflevering 4 rijden we door de Gelderse Vallei met niemand minder dan Eelco van Beek. Yo, Eelco. Hey, goedemorgen Tom. Een stukje rijden? Ja, lekker. Let's go. Goedemorgen. Bij een andere auto. Dat zou wel spectaculaire beelden zijn geweest. Nou, weet je wat het mooiste is? Dat is nog niet de eerste keer vandaag. Ook nog. Ik denk dat wij nu de enige twee mensen in Nederland zijn die met hun Ducatis aan het woonwerken zijn. Ik denk het haast wel, ja. Een super dagje ervoor. Je zei net, die V4 die heb je eigenlijk voor je plezier, maar je komt eigenlijk niet aan toe, toch? Nee, veel te weinig. Het is gewoon te druk met werken, kids, verhuizingen, andere mensen. Ja. Dat is wel een nadeel. Als je een beetje in de handel zit, dan gebruik je er steeds minder van eigenlijk. Jammer, hè? Ja, super jammer. Heb jij nu ook het gevoel dat je een andere hobby moet gaan zoeken om maar een beetje te kunnen ontspannen? Of? Nee, totaal niet. In het woon-werkverkeer is het gewoon al lekker om, als je klaar bent met werk, om je kop even leeg te krijgen. Ja. En ja, ook dat is minder, omdat we nu gewoon heel veel thuis werken. Ja. Ik woonde eerder in Nijkerk, daar ga ik zo weer naar verhuizen. En dat is 8 kilometer. Ik draai de snelweg op, ik draai hem eraf, ik heb één lekkere bocht en dat is het. Dus het schiet niet echt heel lekker op, eerlijk gezegd. Als jij dan een leuk rondje nog naar het werk wil rijden, hoeveel kilometer weet je dan van die 8 kilometer te maken? Een stuk of 20, 25 en dan vind ik het wel goed. Ja. Ik woon momenteel wat verderop bij mijn vriendin in de buurt. Ja. Maar dat is bijna allemaal snelweg. Dus ook 's morgens als ik naar mijn werk rijd, heb ik bij de afslag Amersfoort heb ik één hele lekkere bocht over de snelweg heen. Ja. En gewoon vol gas overheen kan janken en de rest is helaas heel saai snelweg met 100 km per uur. Iedere snelweg is tegenwoordig saai dan. Ja, dat schiet allemaal echt niet op. Is die V4 dan een beetje te rijden eigenlijk? Bij 100? Ja. Ja, het valt zo mee. Beter dan een tweecilinder of heb je die nooit gereden? Ja, ik heb hiervoor die 1198 gehad. Ja. En dit rijdt nog wel een stukje soepeler. Ja. En hij heeft stoelverwarming, heb ik ooit begrepen. Want die twee achterste cilinders die komen precies onder je kontje uit, toch? Ja, dat valt op zich mee. Het is meer aan de voorkant, dat is de warmte niet kwijt kan. Ja. En je hebt een soort kruisverwarming. Die is veel heftiger. Dat is wel prettig met deze herfstige dagen. Ja, dan wel. Maar als het zomer is, dan maakt die ventilator echt overuren. Die staat, zodra ik 5 minuten rij, staat hij aan te blazen. Ja. En al die warmte wil maar één kant op. En dat is je motorbroek in. Maar kun je eens vertellen, je bent Eelco, je werkt bij Arai. Kun je eens vertellen wat jouw werk ongeveer inhoudt? Ik ben begonnen hier als accountmanager. Dus we hebben iets van 47 landen waar we aan leveren vanuit Hoevelaken, vanuit Nederland. En op een gegeven moment heb ik dat een paar jaar geleden meer veranderd richting communicatie. Dus contacten met de pers in heel Europa. Ik doe ook nog een stuk verkoop. En dat is de autohelmen bij ons en OEM, zoals bijvoorbeeld de Ducati helmen. Training voor dealers, importeurs, perscontacten. Iets leukere werk eigenlijk, of zie je dat niet zo? Is het allemaal maar werk? Nee, het is allemaal leuk. Kijk, je zit in een wereldje waar iedereen heeft eigenlijk van zijn hobby zijn werk gemaakt. Ja. En dat is wel een mooi voordeel. Iedereen is gewoon heel relaxed. Je hebt geen pakken, iedereen heeft gewoon lekkere motorpakken aan en spijkerbroekie. Dat sfeertje is wel super relaxed, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want jij werkt al best wel lang voor Arai, toch? Ja, al dikke 20 jaar. Ik ben er begonnen in 1999. En
Ja, op een gegeven moment na een paar jaar dacht ik ook van, ik moet het anders gaan zoeken. Ik heb het wel gezien. Dan kregen we wat nieuwe klanten en langzaam maar zeker alle klanten wel een keer gehad zo'n beetje. Ja. En je kan lekker reizen. Ik ben vanaf Nieuw-Zeeland tot Ierland en van Noorwegen tot Zuid-Afrika geweest. Ja, dat zijn wel gave dingen ook, dat je weg kan. Internationale beurzen. Je zit niet altijd thuis. Het is niet echt een 8:30 tot 5 kantoorbaantje. Ja. Ja, op de afgelopen paar jaar daarna. Die waren een beetje tricky, ja. Ja, dat was wel wennen. Want normaal gesproken zat ik na 102 weken bijna op Schiphol. Ja. En nu, ik ben daar, 2 weken geleden weer een keer naar Spanje geweest. Dat was gewoon weer wennen. Voor jullie als Arai moeten die afgelopen 2 jaar moeten toch goede jaren zijn geweest. Want iedereen blijft thuis, iedereen gaat investeren in hun motoren. De motorbusiness heeft een paar goede jaren meegemaakt door corona. Hoe is dat voor jullie als helmfabrikant? Precies wat je zegt. En in het begin had iedereen natuurlijk een beetje angst van wat gaat er met corona gebeuren? Mogen mensen wel weg? Helemaal het begin van de crisis mocht je naar Italië, Frankrijk, mocht je gewoon je huis niet uit. Ja. Dus de motorfietsen werden niet aangeraakt. Toen zagen we dat de importeurs een beetje voorzichtig gingen bestellen. En toen kwam eigenlijk opeens die vloedgolf van mensen die juist gingen motorrijden. Juist gingen nieuwe kleren gingen halen, nieuwe helmen. Ja. En het is eigenlijk eerlijk gezegd niet aan te slepen. Is dat bij jullie, is die fabriek dan ook nog dicht geweest? Want dat hoorde je natuurlijk heel veel in Italië en in Spanje. Het is bij ons eigenlijk heel Europa is gewoon supergoed gelopen. Alles is omhoog gegaan. De levertijden zijn wat langer geworden. Er lag er ook nog een keer zo'n bootje ergens in de kanaal dwars. Wat we containers blokkeerden. Ja. Vrachtvervoer is 10 keer zo duur geworden. Dus er staan 100.000 containers in China te wachten met goedkope rotzooi. Dus er is genoeg, alleen het staat nu op andere plekken dan dat je het zou willen hebben eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Het gaat gewoon heel goed. Het is ook gaaf te zien dat mensen weer op de motor klimmen en dat ze weer gaan rijden. En een beetje meer geld investeren in goede kleding. Er is natuurlijk altijd de markt geweest van goedkope helmpjes. Gemiddeld helm is €250. Nu zie je dat mensen toch wat meer advies krijgen. Dat in de winkel veel meer tijd is om uit te leggen wat het verschil tussen helm is. Ja. En daar heeft Arai gewoon een heel mooi verhaal en een hele mooie filosofie. Ja, want jullie bouwen al jullie helmen met de hand, geloof ik, hè? Ja, klopt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Als je bijvoorbeeld een kunststofhelm maakt, heb je er gewoon op een spuitgietmachine die vlamt er 100 van die schalen uit per uur. Of 200 of 300. En dat is een kwestie van alleen maar assembleren. Nou, hier moet je echt voorzichtig... Kunnen we je lang? Al die fibers moet je voorzichtig aanbrengen. Dat gaat met de hand. Laagje voor laagje, zeg maar. Ja. En dan ook het schuren, het spuiten. Alles is gewoon handwerk. Waar bij sommige bedrijven heel veel geautomatiseerd wordt. Ja. Maar gewoon de oog voor detail. Het vakmanschap wat erin zit. De continue controle. Die is wel... dat is gewoon uniek bij Arai. Dat heb ik nog bij geen enkel ander merk gezien dat het op deze manier werkt. Want waar is dat dan precies goed voor dat je het met de hand doet? Is dat echt pure kwaliteit dat je kan... monitoren dat echt alles gewoon goed is? Of? Ja, en ook komt er nu die controle. Iedereen die zijn helm in zijn handen pakt, die kijkt hem een keer snel na. Ja. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer in zo'n proces? Ik denk dat er iets van 400 in Japan zitten in de productie. En dan zijn we nog een van de allerkleinste kleinste helmfabriekjes. Zullen we hier links duiken? Ja, dat is goed. Ik bedoel eigenlijk hoeveel mensen in het proces van één zo'n helm hebben hem in hun hand, denk je? Dat is een hele goeie. Ik stel alleen maar goede vragen, Ilko. Ja, dat heeft nooit iemand gevraagd. Dus dat is wel een hele goeie, eerlijk gezegd. Nee, dat zou ik niet eens weten. Maar er gaan zoveel verschillende stappen. Van het maken van de schaal, tot het spuiten, het assembleren. Want iedereen heeft wel gewoon zijn eigen taak. Je hebt een spuiter, die spuit alleen maar. En die mensen die zo'n lagen aanbrengen, dat is ook het enige wat zij doen. Het is niet... Dat is het hele proces. Iedere keer moet het doorlopen. Want dan zou het natuurlijk... Ja, er wordt wel een beetje gerouleerd, anders dan wordt het wel heel dood. Maar sommige, zoals het schalen maken, is zo specifiek dat duurt gewoon maanden voordat je zelfstandig kan werken. Ja. Dan kun je niet zomaar iemand opzetten en zeggen, ga maar zo'n schaal bouwen. Het is toch wel vrij essentieel dat het allemaal klopt. Ja. Zijn dit nu
We rijden nu bij Achterveld. Dat zijn wel mooie binnendoorweggetjes eigenlijk, waar een motorrijder graag komt. Heb jij zo'n beetje een vast rondje bij jou in de buurt wat je maakt? Nee, eigenlijk niet. Vroeger wel. Dan gingen gewoon een paar jongens de motorzaken af, een paar koffie scoren. Even naar Apeldoorn, even dan door naar de Tomaat en zo verder. Maar ja, dat komt er eigenlijk niet meer van. Het is nu wat gerichter. Als ik naar een maat van me in Amerongen ga, dan pak ik wel een binnendoorweggetje hier over Scherpenzeel. Ja. Dat je een beetje deze weggetjes hebt, mooi uitzicht. Het is gewoon het is leuk rijden. Ben je een beetje doorrijden? Ben je een toerder? Je hebt een V4 onder je kont, dus ik denk dat ik het antwoord wel kan raden. Ik ben all-road rijder, zoals je ziet. Noppenbanden eronder. Ik hou van een beetje snel. Dat is eigenlijk ook het nadeel met zo'n fiets. Hij wil alleen maar sneller en sneller en sneller. Ja. En hier ook, mag je maar 60. Je hebt al die boeren die er de kids in de school gaan. Daarom heel af en toe een keer een circuitdagje of lekker Duitsland in. Ja. Is wel lekker om even lekker hem open te trekken, daar houdt hij wel van. Maar ja, zoals je ziet, hij rijdt ook prima op zo'n weggetje. Ja. Gewoon een superfiets. Wat heb je deze bewust gekozen omdat het een V4 is? Of want je zei net ook al dat je voor Arai natuurlijk de OEM helmen voor die Ducati doet. Of, zit dat een beetje met elkaar verbonden of niet? Ja, gigantisch eerlijk gezegd. De eerste motoren die ik reed, en ik rijd hem zakelijk, dus in plaats van een auto rijd ik dit. Daar reden we eigenlijk met je Yamaha's. Mijn oude baas Ferry die had toch wel een connectie met je Yamaha, ook vanuit de fabriek, het race en zo. Dus dat was een R1, de tweede was een R1. Toen hij weg was, toen zijn we gaan kijken van wat kunnen we precies en wat gaan we rijden. Omdat ik natuurlijk die connectie met de fabriek heb, was de keuze vrij makkelijk van je gaat lekker Ducati rijden. Ja. Dan heb ik een beetje problemen met mijn rug na een ongelukje. Dat ik wel lekker voorover kan zitten, maar zo rechtop op zo'n... Ga je niet volhouden? Op zo'n all-road zak helemaal in elkaar. Dus ja, dan is een leuke keuze dat je op een panikale kan gaan rijden. Ja. En de vorige stond heel goed op slot in Amsterdam. Maar 's morgens lagen alleen de sloten er nog. En ja, de V2's waren uitverkocht. Dus toen was het een mooie keuze dat er een V4 kwam. Ja. Dus hele vervelende bijkomstigheid. Maar jij zei eerder al dat je... Je hebt iets met je rug. Je bent een keer gecrashed dan met de motor ook? Ja, met een quad, met een heel klein quadje. Oh shit. En dat was tijdens het personeelsfeestje van de zaak toen ik geloof dat ik 10 jaar bij de zaak was. Die quad die ging naar bij een sprongetje ging die kapot en toen brak mijn rug. Toen begon de ellende een beetje. Ja. Maar ja. Dus, dat dan uitgerekend op een quad moet gebeuren ook. Ja, en ik reed met van alles. En ook zeker met mijn werk. Heb je gewoon, ik kon op quads rijden, ook in Finland in de bossen, ja. De crossmotor een beetje gaan en hoe sneller hoe beter. En dan ga je met zoiets heel stoms, breek je alles eigenlijk af. En zo mooi, dit weggetje heb ik volgens mij nog nooit gereden, dus... Dit weggetje niet? Bedankt Tom, ik kom nog eens ergens. Dit vind ik altijd wel een leuk weggetje. Lekker, ja. Nee, ik ken het een beetje omdat ik hier naar huis gekeken heb, maar verder, nee. Uiteindelijk ook niet gedaan. Het is zo stil hier en zo ver weg van de rest van de bewoonde wereld dat ik het wel prima vond eigenlijk. We rijden nu in Terschuur. Dat is eigenlijk tegen de A1 aan, hè? Ja. Nou, als we hier naar links rijden, dan komen we een beetje bij ons trainingscentrum uit zometeen. Want jullie hebben een kantoor, maar jullie hebben dus ook een trainingscentrum. Ja, klopt. Om toch de dealers en importeurs, maar ook journalisten en coureurs te laten zien wat zou een helm moeten doen. Ja. En hoe werkt een helm en hoe maak je zo'n ding. Hebben we jaren geleden besloten om een soort trainingsruimte te doen. Waarbij je gewoon een hele dag ondergedompeld wordt in helmen. En dan natuurlijk met in het achterhoofd het verschil te laten zien van wat een Arai nou precies is. Dat is, hoe moet ik me dat voorstellen qua invulling? Daar ben je iedere dag druk? Of? Nee, we doen iets van normaal gesproken 250, 300 dealers per jaar. En dan clubjes van tussen de 15 en de 25 man. Die komen uit heel Europa zeg maar, hier naartoe om een training te volgen. Klopt, ja. En dan is het meestal één dag, zondagavond aankomen. Even snel Amsterdam in. En dan maandag de hele dag aan de gang. Ook een fabriekstoertje, helaas virtueel.
Ik roep wel eens van, zullen we nog een fabriekstoertje doen? Dan staan er nou mensen staan op. Ik zeg maar, jongens, hoe dan? De fabriek staat in Japan. Dat gaan we niet redden. Dus dat wordt toch een powerpointje, helaas, of een filmpje. Maar een leuk geluidje in zitten. Leuk, als je boven trekt, dan hoor je hem lekker rammelen. Daar heb ik hem eigenlijk ook voor gekocht. Weet je, dit ding dat zeker onderin, weet je, tot 80, 100 km per uur is echt feest om te rijden. Lekker, hè? Ik heb ook gekeken voor een monster, maar ik weet niet, dat is iets te normaal of zo. Ik zie er te veel, dus dan vind ik het al niks. Daarom vind ik de Panigale ook zo gaaf, want die zie je ook gewoon bijna niet. Nee, dat is wel lekker, ja. Als je hem ook ergens neerzet, dan die R1, daar had je weinig bekijks mee. Ja, exact. Ja. Maar dit zijn wel allebei van die motoren waarvan je denkt van ja, in principe moet je ze in de winter gewoon heel lekker warm weg stoppen in een hoekje. Want ja, het is gewoon bijna zonde. Maar... Ja, eigenlijk wel, hè. Nou, ja. Hetzelfde met deze. Het is, ik rijd er gewoon in de winter ook gewoon weer door. Ja. Niet te veel poetsen. Als je maar een klein beetje vet blijft, dan roest hij niet. Het zijn wel de uitspraken van een Ducati-rijder. Eigenlijk wel, hè. Oh joh, derde keer. Nou, dat wordt een mooi filmpje straks, als je duik een stuk korter is. Ja. Nou, deze beelden gebruiken we ook bij de KNV voor de trainingen risico herkennen. Ja. Dan pak je hier binnen door een weggetje en hier vlak achter zit ons trainingscentrum. Helemaal weggestopt en in het platteland. Ja, echt tussen de koeien, want daar rijden we nu voorbij. Hoe reageren die dealers uit... uit alle hoeken van Europa erop. Heel verbaasd. Ik, als ze met zo'n grote touringcar komen en ze staan hier in de weilanden en de chauffeur werd het niet helemaal te vinden. Dat is ook wel leuk, hè? Dat hij bij een boer op het erf staat, bij de kippetjes hier bijvoorbeeld. Dan is het echt van hoe dan? Ja, het zou mooi zijn als we alles in één pand konden noemen. Dat is gewoon het pand momenteel veel te klein voor. Ja. We kunnen het niet lekker uitbreiden. En we hadden deze ruimte hadden we al, een soort opslag van de auto's. En dat hebben we op een gegeven moment gewoon omgebouwd. Oké. Okay. Wow. Hangt hier genoeg? Ja, zeker. Een hoop historie en hopelijk ook een heleboel toekomst eigenlijk, ja. Deze zijn allemaal gebruikt ook? Ja, het zijn allemaal... een heleboel hebben een crash gehad. Je kan ook zien, er zijn een heleboel beschadigd over de plekjes. En ja, dit zijn toch wel gewoon verhalen van waar we het voor doen eigenlijk. Maar het zijn helemaal van coureurs? Van... Ja. Dat zijn allemaal coureurs en je hebt ze van Joey Dunlop ertussen zitten van de klassiekers. Voor mij Kevin Schwantz, ook zo'n jongen waar ik achteraan gereden heb op Spa. Waarbij hij liet zien hoe makkelijk het kan zijn om een bocht te pakken. Formule 1, powerboat, alles hangt hier wel. Alles hangt hier. Dus, ja. Zijn het ook alle modellen die jullie gemaakt hebben? Of is het... Ja, we zijn helemaal door elkaar heen. We zitten kijken om echt een tijdlijn te maken van de verschillende modellen, maar dat is bijna onmogelijk. Er is gewoon te veel eigenlijk. Ja, het hangt hier vanaf de jaren 70 hangt het ongeveer. Dus dat hangt echt, dat hangt heel veel. En dit is al een heel klein stukje. Dus je moet eigenlijk al een pand erbij hebben om nog wat te kunnen. Dan verdiep ik erbij en het plafond volbouwen. Dan gaan we een heel eind komen. Ja. Maar dit is jullie trainingscentrum. Dit is waar alle mensen vanuit heel Europa, alle dealers en zo en alle... Ja. Perslieden naartoe komen. Ja, en coureurs. Ook als ze bijvoorbeeld naar Assen zijn voor TT, komen ze vaak even langs. Laten we ook zien van wat zijn de verschillen. Ja. Die komen normaal gesproken ook, MotoGP rijden komt in Japan natuurlijk. Dus je gaat bij de fabriek kijken hoe het precies zit en werkt. En ja, dat is vaak ook wel de reden waarom ze kiezen voor een rij. Ja. Want betalen doen we niet echt heel goed. We zijn zo'n klein fabriekje, het zit er gewoon niet in. Ja. Maar gewoon het beste leveren wat er is. En, ja, ik kan zien, iedereen die de crash gehad heeft, de meeste lopen nog rond. Dat is mooi. Ja, ik wil zeggen, er hangen er weinig bij die echt helemaal verpulverd zijn. Maar ja, goed, die kun je niet echt goed ophangen misschien. Nou ja, ook wel. Er zijn sommige bij van de hele zijkanten weg zijn. Zoals daar achterin, de ene laatste onderin. Dat is gewoon een groot stuk van de zijkant weg. Want die jongen onder een vrachtwagen heen gesleurd is onder de tank. En ja, hij komt er wel uit. En dat zijn wel de hij ziet er wel intact uit. Maar oké, hoe moet ik me voorstellen, als hier nou een groep dealers komt, wat leren ze hier? Wat doen ze dan? We gaan eerst een stuk theorie. Van hoe zit een helm in elkaar? Wat moet hij doen? Hoe zou iedere helm moeten functioneren? En als we het er allemaal over eens zijn, dan gaan we uitleggen van oké, je kan het op verschillende manieren doen. Dit werkt wel en dit werkt niet. En ik laat het ook gewoon voelen van wat gebeurt als je een slechte helm hebt, je krijgt een klap. Wat gebeurt met je hersenen? Ja. En wat gebeurt met een goede helm?
Als je hele theorie gehad hebt, dan zijn ze allemaal druk het kletsen nog. Een broodje kroket erin en een broodje kaas. En dan gaan we hier meer praktijk doen. Dus helmen laten crashen, penetratietesten, uit elkaar halen, op helmen springen. Laten zien hoe het productieproces in elkaar zit. En ja, leuk als je motorrijders hebt, pak je eigen helm aan en doe hetzelfde ermee. En dan zie je het kraken en buigen en doen en dan liever niet. Nou, dat is meestal voldoende argument. Ook wel echt goede manier om helmen te sluiten natuurlijk. Want als ze hebben staan te springen op het eigen helm, dan moeten ze wel een nieuwe. Ja, dus je heel voorzichtig één voetje en dan houden ze vaak op. En dan denk ik, oh, dat moet niet doen, ik moet nog naar huis. Zeg, klopt, en niet vallen, dan kom je een heel eind. Ja. Wat zien we nou hier? Dit is een beetje het proces wat ik me voor moet stellen bij het maken van een helm. Ja, hele korte stappen. Ja? Gemiddeld ben je zo'n 18 uur bezig voor een helm. Maar als je alle fibers en de composietmaterialen in een oven hebt gelegd en je hebt gebakken na een kwartiertje, mm-hmm. dan komt dit komt eruit. Dus grof zie je de helm al. Dus dat is eigenlijk gewoon, ja, die fibers, dat is koolstofvezel, geloof nee, ik? Nee, fiberglas. Fiberglas. Ja. Oké, dus dat is eigenlijk, dat zijn allemaal van die reepjes, geloof ik. En dat leg je eroverheen en dat plak je erop. Ja, die leg je in verschillende lagen allemaal boven op elkaar. Met de composietmaterialen tussen. En dan ga je hem bakken, wordt het samengedrukt en heb je dit. Ja. Daarna snij je dan de randen Je ziet eraf. Hier ook al dat het vizier er eigenlijk al in zit. Ja. En de gaten voor het vizier en de lucht. Ja, precies. Want daar heb je minder materiaal dan nodig natuurlijk. Ja, hier heb je geen materiaal nodig, dan zie je niks. Ja. En ja, dat is wel handig om een gaatje te hebben voor je klinknagel, dan blijft je kinband zitten. En later komen de gaten voor de ventilatie erin. Maar dan weet je ook waar de ventilatiekapjes komen te zitten. Ja. En hij moet gewoon zo glad mogelijk zijn, zodat je lekker kan blijven glijden. Mm-hmm. En daarom heb je ook maar hele kleine deukjes zeg maar, erin zitten. Oké, ja. Dus zo komt dit hem al. Ja. En dan ga je snijden. Ja. En dan wordt hij al meer zo. Ja. En dan ga je hem langzaam in de lak zetten. Dit is natuurlijk best wel grof. Ja. Dus als je het dan gaat spuiten, krijg je een soort sinaasappel effectje. Dus doe je een basislak erop, schuren, dan krijg je een primer er nog op en weer schuren. Dan komt de eerste kleur en dan gaan eventueel het design wordt erop gezet. Oké. Dan ben je eigenlijk al gewoon bijna door het hele proces heen. En dan als je dat hebt gehad, dus dan ga je het design erop zetten om verschillende watertransfers. En dan komt de blanke lak eroverheen en dan ga je nog het hele assemblageproces ga je. Ja. Oké. Dus na deze stap, dan gaat het vizier erin en de... Dan gaan de rubbers erop, dan gaat de binnenschaal erin. Ventilatiegaten. Dan gaan de ventilatiedingetjes, de kinband, de vizier, alles gaat erop. Dus dan zit je alweer een paar uur verder. En dan ben je good to go. Ja. En dat wordt allemaal handgemaakt, zei je net, hè? Ja, ja. Ja. Gewoon ook iedere keer die stap weer van controle te hebben. Ja. Een Japaner werkt dan heel anders dan een Europeaan of een gemiddelde Aziat. Die kijken continu, kijken ze ook van, hey, is hier goed? De volgende stap, zit hier wel wat goed? En als ze een foutje zien, dan weg ermee. Ja. Er komt niks uit de fabriek wat niet goed is. En dat is best wel uniek. Ja. Maar dat maakt het gewoon mooi. Mooi merk. Ja. Oh, wat een prachtige dag, joh. Ja, je hebt echt de beste dag van de week uitgekozen. Ja, het schijnt ook de laatste mooie dag te zijn. Maar goed, dat zeggen ze ook al een paar keer. Nee. Maar het boeide jou helemaal niet wat voor weer. Ja, natuurlijk heb je ook het liefst gewoon lekker warm en droog. Ja, maar jij rijdt eigenlijk gewoon altijd met die motor, toch? Ja, zoveel mogelijk wel. Het is gewoon makkelijker. Je kan niet alles meenemen, maar het is... ik vind het wel relaxed. En hoe harder het regent, hoe langzamer de auto's gaan. Dan hoef je minder hard te rijden om ze in te halen. Ja, dat klopt. Ja. Naar rechts. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat als je een... Ik doe nu net mijn zonnebril op. Eigenlijk is zo'n zonnebril in je helm is eigenlijk helemaal niet goed, geloof ik, toch? Ja, tegen de zon is het perfect, maar het is... het is nog steeds een valhelm, hè? Een crashhelm, zoals ze in Engels zeggen. Ja. En ja, als je zo'n vizier gaat integreren, ga je eigenlijk een hele holle ruimte tussen je binnen- en buitenschaal maken. Ja. Waar die wegvalt. Het is eigenlijk allemaal ruimte die je kunt gebruiken om een klap op te vangen die... Ja, die ga je gewoon niet benutten, ja. Ja, en als je ook die schaal, op het moment dat er ruimte tussen zit, je maakt de klap, dan gaat hij helemaal inveren en dan pas tegen je binnenschalen komen. Het is een leuke gimmick en volgens deze E-keuring, de Europese keuring, kan het ook best. Maar ja, qua veiligheid is het gewoon niet. Zeker als je wat harder gaat rijden, ga je dat, wil je dat er niet in hebben zitten. Ja, wat is een beetje de RI filosofie? Dat is echt veiligheid voorop, geloof ik, toch? Ja, altijd protectie, bescherming is nummer 1, nummer 2, nummer 3. Dan komt comfort, wat heel belangrijk is natuurlijk. Ja, dan komt de rest, zoals ventilatie, geluid, design. Ja. En dat moet allemaal bij elkaar passen, zodat je een geheel hebt wat
ja, wat eigenlijk perfect is. Dat je een helm op je hoofd hebt die je eigenlijk niet merkt. Waar je niet de warm in krijgt. En ja. Want als je heel kritisch zou gaan kijken. Kijk, een helm heb je eigenlijk op. Je hebt hem vaker op dat er niets gebeurt dan dat er wel iets gebeurt natuurlijk. Hè? Precies. Maar het is een beetje hetzelfde met... een stap in een vliegtuig en je hebt een parachute bij je. Dan koop je dan zo'n ding in de aanbieding bij een supermarkt, omdat die daar goedkoop is. Of ga je naar een parachute shop en haal je hem daar. Dan zeggen de meeste mensen, ja, dan haal ik hem toch wel bij de parachute shop. Want het is leuk als je valt en hij doet het niet, maar je hebt wel 3 jaar garantie. Maar dan heb je liever dat hij het wel doet en dan 5 jaar garantie hebt. Dus eigenlijk, wat je nu in feite zegt, is dat de Arai de parachute onder de helm is. De parachute is de Arai onder de noodmiddelen. Ja, dus het is gewoon, je merkt het bijna niet. Je moet gewoon lekker zo'n ding op je hoofd hebben. En, ik ben ook wel eens onderuit gegaan, ook wel gekke klappen gemaakt. En als je dan gewoon weer opstaat zonder hoofdpijn, dat is wel perfect. Hoe ben je begonnen met motorrijden? Ben je eerst met de brommers een beetje aan het klooien geweest? Ja. Een jaar of 14 was de brommer voor de buurjongen. Beetje zo hard mogelijk gaan. Toen een bromfietsje. Toen een motor gekocht en een dag later afgereden. En sindsdien staan er altijd wel 1, 2, 3, 4 motoren in de garage. Okay. Dus, vroeger gewoon met een CB900 begonnen. CB1000 en dan komt er een Thunder Ace, R1's. Ik heb een Ducati 748 SP gehad, zo'n rammelhok, wat altijd kapot ging, maar wel superleuk was om te rijden. De oude KTM, zo'n LC4, zo'n endurootje. Oude gaaf, ja. En nou, dat was zo oud op en verrot dat ik zo'n EXC25 gekocht heb, een beetje door de blubber heen te rossen. Dus, en nu, eerlijk gezegd, ik heb nog een oude Virago in de garage staan om te bouwen als café-racer. Oh, ik wou zeggen, als voor een werkfiets te gaan gebruiken, maar... Nee. Hele dikke noppenbanden eronder verlaagd en andere tank. Maar dat is zo'n project, dat gaat er denk ik nog wel 5 jaar duren voordat dat ding een keer loopt. Ja. Dus, het is gewoon leuk om erbij te staan, een biertje te drinken en te denken, ja, zo, hij kan heel mooi worden. Dat wordt dan een beetje de fun rago. Precies, echt van café naar café, want die noppenbanden eruit weer gemeten, maar ziet er heel stoer uit. Je hebt nu al die kennis over, over veiligheid, over helmen en zo. Maar je weet dus ook wat er fout kan gaan, hè? Met motorrijden, eigenlijk met alles. Zou jij het tof vinden als je kinderen ook gaan motorrijden? Hè? Zou ik wat? Sorry? Zou je het tof vinden als je kinderen ook zouden gaan motorrijden? Als ze zeggen van groepa, dat vind ik nou zo gaaf, dat wil ik ook wel doen. Ja. En mijn zoon die is nu 17, die rijdt op een bromfietsje rond, lekker aan het prutsen, pas blokken gereviseerd. Ja. Die gaat ik echt wel zijn rijbewijs halen. Die wilde nooit achterop. En toen heb ik hem met deze fiets een keer mee achterop genomen, een rondje. Ja. En, toen was hij meteen verkocht. Ja, ik denk niet dat we in z'n 3 zijn geweest, maar overal gewoon lekker knallen, bochten, doorjanken. Ja, die glimlach die wou er een week niet vanaf, denk ik. Dus, ja, je komt hier bij de rotonde, links was een weggetje waar ik vroeger altijd een beetje probeerde mijn records te verbeteren. En dan is een weggetje dat je weer richting Nijkerk gaat. mooi. Eindelijk. Nee. Hier reed ik vroeger, ik had zo'n Honda CB900 gekocht. Ja. Dus dat is een setje opgesneden slik zat erbij. Ja. En die fiets zelf, die hebt zo'n frame, dat is net spaghetti, het wabbert en baggert en in de bochten ben je totaal niet stabiel. Maar met die sliks erop was ik echt de king hier al een uurtje. En na een uurtje was ik ook echt op. Maar dit was nog zo'n 80 kilometer weggetje waar je gewoon, je kon niet lekker rijden. Je hebt super lekkere bochten, je moet alleen oppassen, dat zijn overal bomen. En die worden regelmatig ook geraakt door auto's, motoren, vrachtwagens. Ja. Maar dit was gewoon... af en toe op zondagmorgen kijken of er iemand kwam en dan wie het snelst naar Barneveld kon. Zat de McDonald's dat toen ook al, of niet? Nee, die was er nog niet, helaas. Dat was dan een perfecte plek geweest, hè? Ja, dan was ik waarschijnlijk 20 kilo zwaarder geweest toen al. Dit is je favoriete weg?
eigenlijk hier in de buurt, toch? Nou, dat was hem vroeger eigenlijk altijd. Vroeger al. Ja, ja. Dus dit is, maar ik reed hier ook vaak naar mijn werk toe. Ja. Het is gewoon lekker als je wakker wordt. Een beetje oude tijden herleven dan ook? Ja, en je hebt zulke lekkere bochtjes hier. Het is alleen allemaal 60 geworden. Ja. Dus je moet je een beetje inhouden. Of weten waar de camera's staan, een van de twee. Ja. Maar het liefst rij je in de bergen. Ja, dat is toch wel heel tof. Snelweg is gaaf, hard. Ik vind een circuitje ook wel heel leuk. Ja. Maar als je gewoon een beetje omhoog en omlaag kan en ja, dat is wel wijs. Moet je rusten met een paar bergen in beeld en dan is het wel goed. Ja, ja. Ja, precies. Ja. Alpen, Dolomieten, dat is wel, ja. Dat is toch wel, zijn wel de plekken waar je heen moet eigenlijk. Ja. Maar je had het dan over in België, je rijdt gewoon over. Maakt je eigenlijk niet zo heel veel uit wat de wegen zijn. Toch? Nee, als we met een paar weg zijn. Als het moet, maakt het niet zo heel veel. Als het moet, dan ga ik er achteraan. Ja, we zijn net voor toen corona begon nog richting Bouillon zo geweest. En die jongens die pakken dan ook vermijd de goede wegen volgens mij op de navigatie. En dan zijn we met die oorroodjes overheen. En ik trill helemaal aan elkaar, de vullingen komen eruit zetten. Maar ik blijf wel plakken. Ja, ik laat me niet kennen. Ja. Dus, ja. Maar het is mooi. Je had het er net over, ja, je komt hier wel vandaan, maar het went zo snel, hè? Ja, precies. Ja, ik woon uiteindelijk in het Gooi. Mm. En ja, dan heb je het water, veel meer, en je kan met de boot ervoor en je hebt ook het bos. En, ja, daar zit je eigenlijk liever, maar ja, het is niet te betalen. Dus dan is dit een heel goed alternatief, eerlijk gezegd. Dus het, ja. Voelt het nu dan even als thuiskomen, dat je dan... Ja, ik kom hier wel vandaan. Ik ben hier geboren en een tijdje weg geweest en zo. En, het is hetzelfde met reizen. Normaal gesproken reis ik best heel veel voor mijn werk. Maar het is altijd leuk om, je komt weer thuis. Thuiskomen is altijd leuk, ja. Ja. En is die ene bocht die misschien voor een ander helemaal niet zo bijzonder is, die is dan is toch net wel iets leuker. Of dat je toch iets harder kan pakken dan de gemiddelde hier. Ja. Ja. Landelijk is inderdaad wel de beste omschrijving hier. Jawel, hè? Het is mooi. Mooie oude boerderij. Je bent ook geboren in Nijkerk. En... Klopt, ja. Opgegroeid alleen. Ja. Een paar keer weg geweest in Wolde, nog een aantal jaren in Den Helder gewoond voor de marine een beetje. Ja. Dus, het werk is makkelijk, het is nog redelijk betaalbaar. En, je moet wat, hè? Ik hoor niet echt een hele grote passie voor de omgeving of zo. Je antwoord naar... Overal waar je zit wordt gewoon, hè? Ik zit veel liever in de bergen, dat vind ik veel leuker. Beetje haarstelbocht en omhoog en omlaag. En, dit is allemaal plat, dus er gebeurt niks. Het hoogste wat we hier hebben is de postbank. Na twee keer is dat ook wel een beetje leuk geweest. Precies. Hey Ilko. Dankjewel, heel erg leuk Tom. Zie je en tot de volgende keer. Tot de volgende. Hoi, reizen. Wil je deze route ook rijden? Download hem op www.motorrijders.nl.